Beste mensen, stelt u zich eens voor dat u een kamer in uw huis heeft van pak een beet 11 vierkante meter. Er staat misschien een bed, een kledingkast, een bureau en een stoeltje. Een fijne plek in uw huis. Misschien een plek voor een kind. Zulke fijne, comfortabele plekken treffen wij meestal niet aan als we controleren bij huizen waar kamers worden verhuurd. Wat we wel zien, 1. We zien middelgrote kamers met meerdere bedden, waar minstens 2, soms meer personen dicht op elkaar zitten. Ze moeten daar wonen, slapen, eten, leven. Ze kunnen er vaak geen kant op. Soms zijn het kamers zonder daglicht en ventilatiemogelijkheden. 2. We zien brandgevaarlijke situaties, omdat elektriciteit met knip en plakwerk bij elkaar wordt gehouden. Er zijn rookmelders zonder batterijen, of helemaal geen rookmelders. Geen waarschuwing dus als er brand uitbreekt. 3. We zien vluchtroutes die vol staan met spullen. Je houdt je hart vast als er iets gebeurt met die slechte voorzieningen. Vaak weten we niet eens wie er woont, omdat bewoners niet ingeschreven staan bij de gemeente. Natuurlijk is dat niet overal zo, maar te vaak wel. Meestal gaat het om kwetsbare personen die deze kamers huren. Om mensen die hier komen werken bijvoorbeeld, arbeidsmigranten. Ze hebben geen andere keuze. Omdat het veelal schrijnend is wat we aantreffen, werken we aan een oplossing om de woonomstandigheden voor deze groep te verbeteren. Kamerverhuur leidt dus te vaak tot brandonveilige situaties, geluidsoverlast voor omwonenden en onprettige leefomstandigheden voor kwetsbare groepen. Daarom staan we sinds dit jaar verhuur van kamers in woningen niet meer toe. U krijgt er geen vergunning meer voor. Alleen als u al een vergunning had, is deze nog geldig. Verhuurt u toch een kamer zonder toestemming? Daar staan forse dwangsommen op. Ik doe graag nog een beroep op u. Ziet u iets wat niet door de beugel kan, meld dit dan bij ons. Dan voorkomen we samen en snel overlast en onveilige situaties. Dank u wel.